André, we zijn inmiddels anderhalve dag onderweg met dit evenement. Voor het eerst ook 2 dagen. 2 dagen, ja. Voor het eerst zie je glimlach op mijn gezicht, want het gaat ontzettend goed. Ik ben heel erg tevreden nu op de opkomst. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel een risico om dit evenement, wat je normaal gesproken altijd in 1 dag, al jarenlang op 1 dag spreidt, om dat over 2 dagen te verspreiden. Heeft het nu ook extra bezoekers opgeleverd? Dat kan ik nog niet helemaal zeggen, maar ik denk dat we vandaag een topper hebben. Eigenlijk de reden, met name omdat jullie dat evenement nu over 2 dagen hebben verspreid, is omdat jullie een extra evenement erbij hebben gekregen. Ja, het wereldkampioenschap. En dat is natuurlijk uniek. Dat is de eerste keer in Nederland. Het wordt 1 keer in de 10 jaar op het vasteland van Europa gedaan. En dit jaar waren wij op de beurt. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan? We zijn gebeld. Het schijnt dat het Nederlands kampioenschap toch wel zoveel gepromoot is dat David Webster gevraagd heeft van willen jullie het niet gaan doen? En dat is dus, dat is geweldig. Nou, is dat een beetje de hoofdmoot van vandaag, maar ook van gisteren natuurlijk de Highland Games. Maar er is nog veel meer te doen. Ja, we hebben natuurlijk allereerst die Highland Games, daarna de diverse Piperwens. Je hoort ze misschien op de achtergrond. We hebben hier Roofvogelshow, we hebben Sheepdog Trail, de Ierse Wollershonden, een Keltisch dorp waar van alles te doen is. Een geweldig horecaplein waar je lekker kunt eten en drinken. En we hebben natuurlijk onze braderie. We hebben echt wel een aantal hele leuke stands. Een geslaagd evenement tot op heden dus? Zeker. Ja. En ik kan niet zeggen voor de herhaling vatbaar, maar dat maak ik niet meer mee, denk ik. Ja, zoals ieder jaar is ook dit jaar Wout Zijlstra weer present tijdens de Highland Games. Wout, terugkerend item voor jou. Ja, ik heb het net besproken hier met de organisatie. Met André 15e keer hè, dat we hier zijn. En in het begin was ik zelf deelnemer. En zo voel ik het ook altijd nog als ik hier ben. Graag zou ik weer willen gooien, maar ik geniet nu ook hoor, om te kijken. En dat doe ik al een aantal jaren natuurlijk. Alleen kijken en speakeren. Maar nu het WK, we hebben hier het EK wel gehad, Open Nederlandse, maar nu het WK. Ja, dat had ik in mijn goede tijd graag nog mee willen maken. Maar ik denk wel dat ik nog kans had ook om ver te komen. Maar nu is het ook goed om te zien. Het is gegroeid hier. Elk jaar groter. En prachtig veld. Ideale plaats voor een WK. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat de organisatie heeft gezegd, we halen dat WK naar Nederland toe, we gaan naar Hank toe. Ja, dat kon ook dan maar op 1 plek, zoals we het in gedacht hadden. Dat moest hier in Hank gebeuren. Dit is gegroeid. De mensen weten ook dat er elk jaar spektakel is. Dan ben je ook zeker van bepaalde publiek. Muziek, de jongens uit het buitenland vinden dit ook heel leuk om te zien dat het hier ook zo groot kan zijn. Ja. Hoe staat het er nu voor? Ja, dus we wisten wie de favorieten waren. Dan McKinn, de kampioen, de wereldkampioen van Amerika. Scott Ryder, ook de wereldkampioen uit Engeland. Dat zijn denk ik de 2 grootste kanshebbers en die staan ook vlak bij elkaar in het klassement. We hebben nog 2 onderdelen. Die ik zelf het mooiste vind en die de krachten ook echt gaan tonen. Dus de boomstam, de kebertos, boomstam over de kop gooien en het gewicht hoog gooien. Ja, nu zal het moeten uitgevochten worden wie echt de sterkste is. Ja, want het gewicht hoog gooien, dat is het laatste onderdeel waarschijnlijk van deze Highland Games. Laatste onderdeel, de 25 kilo. Ja, vaste traditie daar. Ja. Ik ben benieuwd. Gisteren hadden we het Nederlands kampioenschap hier eerst. En 5 meter... 10 was daar de beste. Dus we kunnen het ook een beetje vergelijken even met de Nederlandse situatie. Volgens mij was het vorig jaar nog een beetje spectaculair, Wout. Want toen, jij hebt het Nederlands record nog steeds in handen, volgens mij. Of is dat inmiddels verbeterd? Nee. Dat staat al wel zo hoog. Dat is ook het wereldrecord altijd geweest natuurlijk. 5 meter 70. Dat wil ik vandaag ook wel eens even zien. En dan geniet ik toch weer even... Als ze het zouden halen, zou prachtig zijn. Maar als ze het niet halen, dan denk ik, zie je nou wel even hoe sterk het ik. Maar iedereen heeft zijn specialiteit, maar hooggooien was wel mijn beste specialiteit, ja. Nou goed, dan gaan we zo meteen al zien of ze die 5,70 meter wellicht weer te aan te tikken. Maar jij hoopt stiekem eigenlijk voor niet. Ik zou het ze gunnen, maar nee. Vroeger waren wij ook zo verschrikkelijk sterk, joh. Maar hier zijn ook hele sterke jongens natuurlijk.